Jan Jonker, van harte welkom. Bereid een keynote voor ons te verzorgen. Nou, dat is een van de mensen, u weet het, emeritus hoogleraar duurzaam en circulair ondernemen aan de Universiteit Radboud Universiteit Nijmegen, maar ook in Toulouse en op andere plekken, zeer actief geweest, onverminderd, onvermoeibaar, als het over dit thema gaat. En zoals hij zelf zegt, hoe maak je nou die vertaling vanuit de theoretische modellen naar de praktijk, naar de businessmodellen? Hoe breng je ze naar de markt, dat eeuwige streven van Holland Hightech ook. En daarom zijn we ongelooflijk blij dat je hier bent, dat je ons dat mee wil geven, omdat jij je enorm toelegt op het vormgeven van die economie rondom die vier grote thema's, opgaven moet ik zeggen, duurzaamheid, leefbaarheid, ecologie en circulariteit. En als het goed is, hebben we na deze korte masterclass van 3 kwartier, want dat is wat je eigenlijk aan ons gaat geven, hebben we een heel goed beeld in hoe kunnen we nou inderdaad vanuit deze theorie naar de businessmodellen, naar de praktijk. Dus ik laat dit mooie oranje driehoek aan jou. Geef hem een warm welkom. Dames en heren, hier is voor ons Jan Jonker. Ik ben voorzitter van de KIA CE, dus daar wou ik het dan de rest van de middag maar over hebben. Nee hoor, alle kraket op een stokje. Ik ben voorzitter van de KIA CE. En ik herhaal nog even de goede woorden die hier gezegd zijn. Er gebeurt ontzettend veel, maar we doen dat wel in een, wat ik noem, warrige tijd. Met andere woorden, u moet goed koers bepalen. En mijn boodschap van vanmiddag is, gewoon dan hebben we dat gelijk gehaald. Circulaire economie is een serieuze aangelegenheid, vertegenwoordigt serieuze business en vraagt om een vertaalslag van misschien de technologie waar u door gefascineerd bent, velen van u, naar wat betekent dat nou voor mijn business. En dat probeer ik in 3 kwartier uit te leggen. De HHT-agenda is redelijk overzichtelijk, maar recent gericht op circulaire economie. Dus u zegt, dat is nieuw voor mij. Er komt nu nog een strategisch programma. Er komt vast een roadshow over. Ga je dat doen? Een roadshow? Nou, ze zitten te aarzelen hier. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Roadshow, hup, het land in ermee. Hier moet het over gaan, ontwerp voor circulariteit, grondstofketens, digitalisering, systeemtransitie en vooral, hoe geef ik dat nou vorm in wat ik doe? De veranderkundige opgave. Dus, ik heb ook een stapje in 5, ik hou van 5 overal, volgens mij van mijn vrouw ben ik geobsedeerd. Welkom, dit was het welkom. Ja, dat we dat helder hebben. Ik heb 3 stappen erin, de context. Wat is het concept van de circulaire economie? En dat is dus geen gezellig Sinterklaasverhaal, maar waar gaat het nou over? En dan gaan we dat vertalen naar businessmodellen. We leven in een warrige wereld, laten we daar helder over zijn, waar er zoveel problemen zijn dat iemand recent zei, weet je wat we gaan doen? Als we een bepaald probleem niet kunnen oplossen, dan nemen we gewoon een nieuw probleem. Nou, misschien is dat de huidige regering die dat doet. Dat gaan we overigens wel zien. Maar dat we een serieuze serie problemen hebben waar we aan moeten klussen, dat is evident. In mijn ogen zijn er 4 grote opgaven waar we met elkaar aan moeten werken. Verduurzaming, circulariteit, daar hebben we het vandaag over. Leefbaarheid, en nu even heel serieus. En natuurlijk biodiversiteit. Dus ik heb het over 1 onderwerp van de 4. Dat kan niet anders. Anders zitten we hier vanavond nog een beetje te koekeloeren. Dus daar gaan we het over hebben. En dit is natuurlijk het getal waar u recent door gefascineerd bent. Ik laat even een veelzeggende stilte vallen om even te kijken of u dat ook weet. Ja, iemand durft het aan om te zeggen, ja, dit heb ik ook. Dit had ik ook staan. Jongen, jongen, jongen. Het hoofdlijnenakkoord versus de ambtelijke analyse. Er staat natuurlijk groene groei, er staat grondstoffentransitie, waar mogelijk worden materialen hergebruikt. Ik vind dat wel heel zuinig, waar mogelijk worden materialen hergebruikt. Sorry hoor, er had ook iets spannenders kunnen staan. Maar hier zijn geen middelen voor. Ik citeer de ambtelijke analyse pagina 20, pagina 13. En we hebben ondertussen ook wat kortingen doorgevoerd. En we zijn nu in gesprek over dat er een ministerie moet komen van groene groei en klimaat. Maar nergens in de financiële toelichting wordt aangegeven hoe dat gefinancierd wordt. Dus we hebben nog wat stappen te gaan. Waar we het over gaan hebben met elkaar is over dat we met die circulaire economie linksom of rechtsom het altijd met elkaar gaan hebben over grondstoffen. En het zuinig, structureel zuinig omgaan met die grondstoffen. Met andere woorden, het gaat over grondstoftekort. Maar eigenlijk willen we dat woord tekort scheppen. En we willen het hebben over klimaatbeleid. En dat gaat niet weg. Punt.
Gewoon punt. Gewoon niet over twijfelen, niet denken. Ze hebben het er niet meer over, dat gaat gewoon niet meer weg. Ik zet dat in de context van wat er in Europa gebeurt. Waarom doe ik dat? Omdat we heel veel bindende afspraken hebben gemaakt met Europa. En we kunnen die niet, ik zal even een citaatje doen, schredderen. Dit is de Europese trein. Dit is het bouwwerk wat we in Europa met elkaar opgezet hebben. Het is onmogelijk om dit te onthouden. Probeer het dus ook niet te lezen. De essentie voor heel veel van u is daarin dat we op weg zijn naar ETS 2. En ETS 2, één term, European Trading Scheme, betekent dat we in de producten die we maken in scope 1, 2 of 3... de CO2-uitstoot moeten reduceren omdat we anders moeten gaan betalen. Simpelste vertaling. En die komt in 2027, volgens mij is het nu 2024, dus die komt binnenkort. Maar die moet u zien als een onderdeel van een heel bouwwerk. Het gaat erom dat dat bouwwerk heel serieus in elkaar zit. En ja, daar wordt aan geknutseld en ja, daar wordt straks aan geschaafd, maar dat is wel essentieel. Dit is de essentie van ETS 2, namelijk we bouwen tot 2030 de CO2-uitstoot radicaal af. En dat betekent dat de prijs voor het uitstoten van ETS dramatisch, hand over hand, hand over kop, welk woord u ook gebruikt, opstijgt. De huidige prijs is 85, 95, 80, 82 euro. De European Investment Bank, het EIB, mocht u dat wat interesseren, schat 2030 in dat een ton emissie in de buurt van de 285 euro zit. Tel uit uw winst. Nederland, maar dat zijn cijfers die we niet leuk vinden, heeft afgelopen jaar 1,3 miljard verdiend aan ETS. En dat is 5 keer zoveel als de afgelopen 15 jaar. Dus laten we dit nou even serieus nemen, want dit komt in de business binnen. Wat is circulaire economie? Minder spullen gebruiken. Gewoon heel simpel. En daar zijn 4 principes van belang. En namelijk minder grondstof, minder vervangen, meer substitutie, langer gebruiken en hoogwaardiger terugwinnen. Die laatste boodschap betekent dus recycling is uit. Recycling is in de vuilnisbak kijken of er nog iets in zit wat de moeite waard is. Dat moet je niet gaan doen, dat is niet de circulaire economie. De circulaire economie is, kunnen we vanaf het ontwerp straks dingen hoogwaardig terugwinnen. Dat gaan we doen in de context van ETS 2 en voor de duidelijkheid, Nederland heeft ETS 2 volledig wettelijk onderschreven. Dit is wat de cynicus noemen de take-make-waste economie. We hebben iets en dan flikkeren we het weg. Dat is gewoon onze economie dit. U weet, de gemiddelde boormachine, ik zal ook hier, we hebben niet de tijd om te vragen, maar heren, u heeft een boormachine. Kijk even zo rond. En dan is de centrale vraag in de totale levenscyclus van een boormachine, hoe lang draait die? Deze meneer krijgt straks de extra borrel, want dat is gemiddeld 9 minuten. Als we het dus hebben over materiaalverspilling, arbeidsverspilling, mobiliteitsverspilling, moet ik nog een poosje doorgaan, dan is dit een goed voorbeeld. Nou, dat is onze economie, zo hebben we hem in elkaar gericht. Maar dat betekent dat we in een tijd beland zijn van wat ik noem tracking, tagging, tracking en tracing. Als u dat nou maar van dit verhaal onthoudt. Met andere woorden, willen we dat die circulaire economie iets wordt, dan moeten we dat wat we gaan gebruiken, materie, maar misschien ook stroom of mobiliteit, gaan taggen, tracken en tracen. Want dat leidt tot hoogwaardige verwerking. En niet als we de vuilnisbak open doen. Nou, dat betekent dat we heel veel bedrijven zien die experimenteren in hun sector met hoe je dat nou slim kan doen. En dit is een voorbeeldje van t-shirts. Gewoon even een concreet voorbeeld. We gaan het t-shirt gaan we taggen. En we doen een tracking trace en dat kunnen we dan met RFID en Near Field Communication kunnen we dat t-shirt volgen. Is dat zinnig? Ja, want als ik in de professionele wasserij zit en ik was overhemden van de marechaussee, ik noem het gewoon even een onderwerp,
dan vind ik het wel fijn dat we dat millimetersgewijs kunnen tracken. Of, sterker nog, we hebben een groot probleem met uniformen die gestolen worden voor oneigenlijke doelen. Dat weet u toch, dat probleem hebben we gewoon concreet. Nou, dit is dus een manier om daar wat aan te doen. En zo zijn er, dus dit zijn hele serieuze aangelegenheden. Nou, dan is er een bedrijfje die zegt, ik ga voor jou de software ontwikkelen en experimenteren. Nou, dit is dan een voorbeeld, maar dat kan je natuurlijk ook toepassen op autobanden, op pallets, op een heleboel onderwerpen waarbij je dus de impact van je t-shirt... Oh, dat woord impact, hadden we dat niet eerder gehoord? Ja, we moesten naar beneden in de CO2-uitstoot, wist u nog wel? En dat konden we dus doen door te taggen en te tracen. En als we die twee dus combineren met elkaar, dan kunnen we dus de impact van ons product kunnen we live volgen. En daar had ik als woord aangegeven, lifecycle management. Handig, hè? En niet zelf gaan zitten bedenken, want dit is er allemaal al. Ik focus op één ding, dat is, dit gaat alleen maar werken als we waarde creëren met elkaar. Dus nu komt het lastige gedeelte, maar omdat... hanteerbaar te maken, hè, heb ik een boekje geschreven. En dat krijgen jullie. Dus waardecreatie moeten we organiseren. En dat leidt tot verdienmodellen. In mijn eenvoudige jargon, kassa's, meervoud. En hoe meer en wat voor slimmere kassa's ik neer kan zetten, een kassa die leidt tot minder CO2-reductie, een kassa die leidt tot omzet, een kassa die leidt tot het terugkomen van materiaal wat van waarde is, een kassa die leidt tot het afrekenen van restwaarde. Er zijn een heleboel kassa's te bedenken. Zijn een aantal mensen al die met meerdere van dit soort kassa's werken hier? Nou, kom in ieder geval op het goede moment. Dat leidt tot een strategische keuze. Met andere woorden, niet denken dat doen we even. Maar het leidt tot een strategische keuze. Met wie moet ik gaan samenwerken om dit slim op te pakken? Strategiekeuze gewoon. Maar het leidt dus ook tot een businessmodel. De kernvraag is, wat voor soort businessmodel heeft u? En welk businessmodel zou het misschien handig zijn om in de komende, zeg, 7 jaar naartoe te werken? En daar komen 7 type modellen uit. Namelijk modellen die gaan over grondstof en modellen die gaan over ontwerp. We hebben 3 gebruiksmodellen die er zijn. Levensduurverlengingsmodellen, logisch, langer met spullen omgaan. Platform, gewoon deelmodellen, wat ik heb, mag ik het van jou gebruiken. En verdienstelijkingsmodellen, en misschien, maar het woord zit bij mij in de strot. Paasmodellen heet dit ook wel. Ik word er heel moe van het woord, maar zo heet het. Product as a service. Wat er dan gebeurt, is dat we in toenemende mate na die eerste 5 modellen zien we een eerste shift. Namelijk, u wordt langer verantwoordelijk voor het product wat u maakt. Of de materie, of het product zelf. Ik heb het levenscyclusverantwoordelijkheid genoemd. Andere mensen noemen het, jawel, UPV. Je kan er allemaal dure woorden aan geven. Maar we zijn in een tijdperk van UPV's terechtgekomen. Nou, we krijgen op alle mogelijke terreinen plastics, textiels, autobanden. En er zit hier een meneer die er nog veel meer van af weet. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dus we krijgen 2 modellen. Beheers uw eigen producten in zijn levenscyclus. En 2... als we dat helemaal doortrekken, krijgen we levenscyclusmodellen. Dus inderdaad, lifecycle management, klopt. Nou, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. We hebben er hier eentje voor wegwerpplastic. Maar we kunnen er ook een heleboel andere invullen. De essentie is, wat u maakt, blijft u en moet u onder controle houden. Waar we nou achter komen is dat als je die 7 modellen hebt, dat dat eigenlijk niet voldoende is. Dan heb je dat stomme gedoe van die onderzoekers, die ontdekken dan weer wat nieuws. Zeg, ze zouden hun mond moeten houden. Dus we komen er eigenlijk achter dat er 2 groepen van modellen bij moeten. 1. Heel veel van de vraagstukken waar we over praten zijn niet als bedrijf alleen op te lossen. Dus groep 1. We noemen dat even de collectieve modellen. Ik kom er zo op terug. En 2. Wat moeten we nou met die digitalisering? Want daar moeten we ook wat mee. Maar het gaat om het idee dat we samenwerken aan waardecreatie. Voorbeeld, we gaan een energiehub maken op een industrieterrein. Want we hebben een industrieprobleem, dat hebben we. We hebben te veel, te weinig, te vaak, weet ik voor wat allemaal. We willen stroom opwekken. Kunnen we met elkaar een businessmodel maken wat bovenliggend is aan onze eigen activiteit en waarin we in dat businessmodel de stroom gaan managen? De 2e groep, die misschien nog iets lastiger is dat we tegelijkertijd in een datificatie- en digitaliseringwereld zitten. En dat betekent dat we eigenlijk al de grens overschreden hebben waarbij we een internet van de dingen
een internet van de diensten, want dat hadden we allemaal al. En eigenlijk moeten we toe naar een internet van materialen. Wat is waar op welk moment? Dat betekent dat we uiteindelijk toegaan naar een internet voor de circulaire economie. Dat is in mijn ogen de enige manier waarop we verder komen met die circulariteit. Dus echt, er is geen andere mogelijkheid. En dat vraagt echt wel een heleboel stappen en andere ingewikkelde dingen. Want dan kunnen we per materiaal, dan kunnen we per energiesoort, per materiaal, et cetera, de wereld gaan volgen. Dat is wat we dan gaan doen. Circulaire economie is een blijvertje. Laten we daar nou gewoon heel helder over zijn, want dat kan gewoon niet anders. Dat kan gewoon niet anders. Dat is één. Twee. De motor van transitie is waardecreatie. Dat betekent dat we in mijn ogen een wat ingewikkelder businessmodellenlandschap hebben. Ik heb het nu getekend van links naar rechts, maar je kan het ook vanuit het midden naar links en rechts of van rechts naar links tekenen. Je kunt gaan mixen met businessmodellen. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat doe je niet zomaar even, maar het gaat mij er gewoon om dat ik vandaag dat wel helder kan uitleggen. Want hier kan je strategie op baseren. Dank u wel voor uw tijd. Het was mij een genoegen.